Wanneer je bent ingelogd op Twitter, kom je op de startpagina terecht. Hier kan je altijd naar terug door op het vogelhuisje, de startpagina, te klikken. Op deze startpagina zie ik de volgende onderdelen. Ik zie mijn volledige naam, zoals ik deze heb ingevuld bij het maken van mijn account. Ik zie hoeveel tweets ik heb geplaatst, nu nog 0. Ik zie hoeveel mensen ik aan het volgen ben op Twitter. Dat wil zeggen van hoeveel mensen ik op de hoogte wil blijven van hun tweets. Ik zie hoeveel mensen mij volgen. Dat wil zeggen hoeveel mensen op de hoogte willen blijven van mijn berichtjes. Daarnaast zie ik een kolom met tweets. Dit is mijn tijdlijn. In de tijdlijn zullen de berichtjes, ofwel tweets, verschijnen van alle mensen die ik zal volgen. Deze tweets verschijnen automatisch en in chronologische volgorde. Is er een nieuw Twitterbericht geplaatst dat ik nog niet heb gezien, dan verschijnt er een blauwe gloed onder het vogelhuisje van de startpagina en er verschijnt een balk bovenaan mijn tijdlijn.